Lammertje, welkom bij een nieuwe episode van Young Kids 2. In de vorige episode zijn wij van Amsterdam. En ik weet niet of ik had ook weer. Oh ja, naar Calais gereden. Ja, zoals jullie zien zijn we nu gewoon weer in Amsterdam. Omdat we nog geen eigen truck hebben. Dus ja, ik zal vandaag niet weer uit Amsterdam vertrekken. Want aangezien ik nu meerdere steden heb ontdekt, kan ik daar nu ook uit vertrekken. Dus ik denk dat we vandaag uit Calais gaan vertrekken. Gewoon om iets zuidelijker te beginnen. En ik zou dan denk ik richting het westen of het midwesten van Frankrijk willen gaan. Of niet. Of ik ga gewoon lekker naar Duitsland of zo. Maar eerst maar eens kijken wat er op de markt is. Wat ik überhaupt kan doen vanuit Calais. Ik wil nog steeds niet naar Engeland eigenlijk. Ik ga ook niet terug naar Nederland. Brussel zou kunnen, is wel een beetje een kort ritje. Le Havre, dat wordt al interessanter. Amsterdam ga ik sowieso niet doen. Ik wil ook een beetje een leuke vracht. En ik zag hier ventilatieschacht. Ik denk dat we die gewoon gaan doen. 300 kilometer van Calais naar Le Havre. In een Volvo FH sleeper. Met dus een ventilatieschacht van 4 ton. Wat vrij licht is. Dus we zullen snel op snelheid kunnen komen. In deze vrachtwagen. Eerst even een kijkje nemen. Ja, precies. De trailer is niet super lang. Dat is volgens mij, zijn ze over het algemeen al even lang. Ventilatieschacht. Ik weet niet hoeveel pk er in deze vrachtwagen ligt. Dat maakt eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Wat ik zeg, het is niet zo'n super zware vracht. Even kijken, hoe moeten er daar rechts uit. Dus laten we maar vertrekken op deze rit van 299 kilometer. Dus eigenlijk gewoon 300 kilometer. Vanuit Calais. Daar bukt de AI weer. Die denkt dat ik er dus voor zou gaan, terwijl ik ze gewoon ruimte gaf. Nou, op zich viel het best mee. Ze crashen tenminste niet in mijn eertje. Ze remmen toch best wel heel goed. Dus dat is het ding wat ik nu weet. De rem. In deze vrachtwagen doet het heel goed.
Rotonde. Drie kwart nemen. En dan gaan we zo naar linksaf. En dat is hier alweer. En dan mag ik hem daar parkeren. Nou, ik ga hier even keren. Oeh, vastzitten. Dat was niet zo handig. Ik zat niet echt op te letten. Zelf even goed positioneren. Althans, goed. Misschien dat dit goed gepositioneerd is. Waarschijnlijk niet. We gaan werken. Nou, ik zet hem er hatsenflats toch in één keer in. Dus volgens mij was dat best wel goed. Ja, daar waren we dan. Calais naar Le Havre. Het is momenteel 7:15. Het is nog lang voor het donker zijnde. Ja, dat was een lichte vracht, een korte vracht. De volgende keer zal ik misschien een wat langere vracht hebben. Maar dit hebben we nu gedaan. Dus ik ga hem afkoppelen. En dan hebben we weer een opdracht geweldig voltooid volgens het spel. Dan hebben we weer 4682 euro erbij. En zijn we weer een volgend level. Dus kunnen we weer de vaardigheid gaan upgraden. En... Ik nog een keer waardevolle vracht gaan doen. Gewoon om mijn waardevolle vrachtkunsten te upgraden. Oké, een nieuw e-mailtje. Van de Citra Groep in Rotterdam. Rotterdam. Frankeleer praten. Chauffeurs met eigen materiaal nodig. Aan wie dit leest. Beetje onprofessionele aanhef. Maar goed. We zijn op zoek naar ervaren chauffeurs met een eigen vrachtwagen voor een groot aantal leveringen. We bieden concurrerende prijzen tot 12.700 euro voor een opdracht. Als je een eigen vrachtwagen hebt, neem dan alsjeblieft contact met ons op. En informeer meteen bij ons dok in Rotterdam. Ja, ik heb nog geen eigen vrachtwagen. Dus dat is hartstikke leuk, dat beeldje. Maar dat gaat niet. Maar toen zat ik op 11.000, bijna 12.000 euro. Dus dit gaat gestaag voort. Even kijken. Kan ik dat ergens zien? Nee. Nee, ook hier eigenlijk nog niet. Maar goed, het gaat lekker en ga gewoon door. Ja, we hebben tot nu toe nog maar 61% van de aantal wegen ontdekt. Dat is niet heel veel. Maar goed, hey mensen, de vracht is voltooid. Ik ga in de volgende video een wat langere vracht proberen te doen. Voor nu, ik bedank jullie allemaal hartstikke erg voor het kijken. En ik zie jullie nog in de volgende video. Ciao!